Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een vraag over het langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen nog maar ergens binnen kan met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Hè? Het G2-systeem, waar de heer Van Houwelingen ook net naar vroeg. Ten eerste kan ik me niet voorstellen dat Mona Keizer dit zomaar opschrijft. Maar goed, dat zal nog wel uit WOP-verzoeken blijken. En uiteindelijk zal de parlementaire enquêtecommissie of de rechter zich daarover buigen. Maar wat u op het laatste antwoord aan de heer Van Houwelingen was toch wel vreemd. U zegt, u sluit het niet uit dat op enig moment dat G2-systeem, dat discriminatoren-systeem, wordt ingevoerd. En dan heb je toch vaccinatiedwang. Dus onder welke omstandigheden vindt u het nou te billijken dat er een G2-systeem ingevoerd wordt? De minister-president. Ja, voorzitter, dat antwoord is niet te geven omdat er geen voornemens toe zijn. Het enige wat ik tegen de heer Van Houwelingen zei is dat in mijn wijze van zien, bij het bestrijden van deze ernstige crisis, deze ernstige pandemie, je helaas niet de luxe hebt om dingen 100% helemaal uit te sluiten. Dat kan eigenlijk niet. Maar er liggen geen voorstellen en volgens mij is er ook geen draagvlak hier in de Kamer. Het is ook in het debat wel eens een paar keer hier voorbij gekomen. Maar er zijn geen voornemens dat in te voeren. Dus ik kan ook niet schetsen onder welke voorwaarden je dan iets wat je niet van plan bent in te voeren zou gaan invoeren.